Wat trouwens wel interessant is aan um, de BRICS-landen. Argentinië wil nu dus, of overweegt nu om lid te worden. En de vicepresident, die is vertegenwoordiger van het meer anti-Amerikaanse linkse kamp in uh, Argentinië. En Argentinië ja. is een relatief pro-Westers land voor Latijns-Amerikaanse begrippen. Dus daar is die anti-imperialistische beweging minder sterk dan in andere landen in de regio. Maar goed. Zij vertegenwoordigt dat dus wel wat meer. En oh ja, Argentinië is de plek van een van de grootste koper- en lithiumreserves ter wereld. Allebei zeer essentieel voor de duurzame technologie van de toekomst. Dus ja, daar wil je geopolitieke controle over hebben als je de economie van de toekomst wil controleren. Dus als Argentinië bij de BRICS-landen zou gaan, dan zou dat best wel kut zijn voor de VS die probeert om. Onafhankelijke economische orders die ontstaan, zoveel mogelijk in de kiem te smoren. En mm -hmm. in 2018 waren er verkiezingen in Brazilië. En de favoriet om te winnen was Lula. En Lula is ook voor een soeverein, uh, niet-Amerikaans uh, puppet regime uh, Brazilië. Ook een van de oprichters van de BRICS, trouwens. En die mocht toen niet meedoen omdat hij werd beschuldigd van corruptie. Later bleek dat die beschuldigingen gefabriceerd en onterecht waren. En dat de vervolging compleet, hoe zeg je dat, juridisch misconduct was. En ook enorme belangenverstrengeling. Dat de aanklager die hem vervolgde vervolgens onder Bolsonaro minister van Justitie werd. Dus dat is ook wel sketchy shit. Dus die vervolging was bullshit. Nou, nu krijgt die vicepresident van Argentinië, Christina Kirchner, ook een uh, corruptieaanklacht aan de broek. Kunnen we waarschijnlijk gewoon over dezelfde schutting gooien? Niet alleen dat. On onlangs is er ook nog een poging gedaan door, iemand om haar, door een lone gunman om haar dood te schieten. En in het verleden had ze al een keer gezegd: als er ooit een aanslag op mijn leven wordt gepleegd, kijk naar het noorden. Dus dat getouwtrek, dat zien we al gebeuren. Hmm. Het is duidelijk, Argentinië mag geen BRICS-land worden. Want dan wordt de toegang tot een heel essentiële markt voor de toekomst voor westerse investeerders en het westerse imperium veel minder.